Hartelijk welkom bij deze meditatie om meer innerlijke rust te ervaren. Zorg ervoor dat je ongeveer 30 minuten niet gestoord kunt worden. Ga heerlijk in een ontspannen houding zitten of liggen. In de afloop van de meditatie kan je eventueel wat aantekeningen maken als je dat zou willen. Het is helemaal niet belangrijk om tijdens deze meditatie te moeten presteren. Het is ook helemaal niet belangrijk dat er juist iets per se zou moeten gebeuren. Het enige waar deze meditatie voor bedoeld is dat dit een moment voor jou is. Voor ontspanning. Om jezelf even terug te trekken uit de waan van de dag. Om even in verbinding te staan met je ademhaling, met je hart. Ik wil je vragen om rustig in en uit te ademen. Terwijl je dat doet, check er nog eens eventjes bij jezelf. Of je goed ontspannen zit of ligt. Ga maar zo comfortabel mogelijk zitten of liggen. En als je ademhaalt, laat je ademhaling dan in je buikgebied zakken. In ieder geval tot onder je navel. En op de achtergrond kan je vogelgeluiden horen en dat klopt. En laat je daar maar door ontspannen. Terwijl je rustig naar je buikgebied ademt. En als je uitademt, mag je rustig wat lucht laten ontsnappen. Als het ware kan er wat druk van de ketel af. En terwijl je je ademhaling wat vertraagt, wil ik je nogmaals vertellen dat je helemaal niks hoeft te presteren. Dit is even jouw moment. Moment van overgave. Moment van in vertrouwen zijn. Hoe is dat voor je? Om in overgave te zijn. Wat roept het woord vertrouwen bij jou op? Heb je voldoende vertrouwen in jezelf? Heb je ook vertrouwen in het leven? En voel maar eens, zonder dat je de woorden aangeeft, voel maar eens hoe je lichaam reageert. Als jij stilstaat bij woorden als overgave. En vertrouwen. En je ademt rustig in en uit. Je lichaam is een graadmeter. Je lichaam geeft je precies aan hoe het met je gaat. En je ademt rustig naar je buikgebied. En bij elke uitademing laat je automatisch los. Daar hoef je niet over na te denken. Want je hoeft niet iets dwangmatig van mij los te laten.
Het is alleen meer het besef wat ik je wil meegeven. Dat je bij iedere uitademen, iedere keer dat je uitademt, loslaat. Dat is energetisch zo bepaald. Heel goed. Ik wil je vragen om eens wat spanning van je kaken af te halen. Ga maar rustig. Een heel klein beetje van links naar rechts met je onderkaak. Zonder dat je iets forceert. En geef jezelf maar innerlijk de toestemming om te ontspannen. Je hoeft niet altijd aan te staan. En ik weet dat je het soms nog niet zo makkelijk vindt om te ontspannen. Ik weet dat je vaak het gevoel hebt dat je eerst nog wat puntjes wilt afvinken en dat je daarna kunt ontspannen. Weet dat dat een truc is van je hoofd. Weet dat jouw hart je altijd toestemming geeft om te mogen ontspannen. En terwijl je rustig in en uitademt, sta er dan heel even bij stil. Dat je ademhaling ook door je hart gaat. Elke keer dat jij in en uitademt, stel je maar eens voor dat er dan wat meer ruimte in je hart ontstaat. Dat er wat druk wegvalt rondom je hartgebied. Heel vaak ontstaat er bij mensen in gehaast zijn of bij angst ontstaat er druk. Ook op de spieren van het middenrif en de borstspieren. Ik wil je vragen om met je innerlijke blik naar je hart te gaan. Glimlach maar naar je hart. Doe maar. Je hart vindt het heerlijk als jij glimlacht. Glimlach maar in overgave naar je hart. Je hart ontspant en je hart opent. Jouw hart. Jouw hart wordt er steeds weer voor zorgd dat jij hier kunt zijn. Glimlach maar naar je hart. Jouw hart is de essentie van wie jij bent. Puur. Vrij. Sereen. Jouw hart zorgt 24 uur per dag voor jou. En ondanks dat jouw hart ook verdriet heeft gekend en nog steeds verdriet kent en angst, is dat slechts een niet-authentieke laag op je hart.
Verdriet is wel een authentieke emotie. Maar het hart zelf is in essentie vrij van pijn. Is puur. Onbevangen. En ongerept. En je ademt rustig naar je buikgebied. En je wordt je gewaar van de ruimte die er in je hart ontstaat. Als jij nog een keer glimlacht naar je hart. En jij doet dat heel goed. En weet dat jouw hart ook onderdeel uitmaakt van iets wat veel groter is dan jij mogelijk nu al kunt beseffen en bevatten. Want jouw hart is ook verbonden met het hart van het universum. En je ademt rustig in en uit. En je hart vertelt je dat het allemaal goed is zoals het gaat. Je hart vraagt je om te ontspannen. Ontspan maar, mooi mens. Ontspan maar, lief mens. En bij elke in- en uitademing wordt je lichaam meer sloom en loom. En je hart geeft aan dat het goed is om je te ontspannen. Stel je nu maar eens jouw hart voor. En misschien komt het als een symbool. Of als een ander gevoel of een ander beeld. Maar welk symbool zit er verscholen in jouw hart? Een symbool van kracht. Wat is dat symbool voor jou? En misschien voel je het of weet je het of zie je het. Vraag maar aan je hart om dat symbool nu te tonen. Maak je geen zorgen als het niet direct komt. Dan openbaart het zich de komende uren of dagen. Maar vaak is daar direct een symbool. En neem het maar waar. Jouw hart kent de taal van het universum. Jouw hart spreekt in gevoel. Maar spreekt ook in innerlijk weten. Of in innerlijk horen. Innerlijk zien. Wat wil het symbool jou nu vertellen? Over jouw huidige situatie. Vraag het maar aan het symbool. Het symbool wat uit je hart is gekomen. Het symbool wat al die tijd al opgeslagen zat in jouw hart. Wat wil het symbool jou vertellen?
En jij neemt het waar. En je hoeft niet te presteren. Je hoeft het ook niet te begrijpen. Accepteer gewoon, hier en nu, wat het symbool uit je hart jou nu duidelijk wil maken. Lief mens, het is heel wezenlijk om te mogen ontvangen. Je hoeft je niet te schamen. Je hoeft je ook niet schuldig te voelen op het moment dat jij ontvangt en ook voelt dat je graag zou willen ontvangen. Ontvangen is een prachtige vrouwelijke kwaliteit. En durven en kunnen ontvangen maakt dat je veel meer in je zachte, authentieke kracht komt te staan. En wat is het wat jij nu graag zou willen ontvangen? Een geschenk vanuit het universum. Wat is het voor geschenk? En welk geschenk zou jij jezelf kunnen geven? Zodat je het niet afhankelijk maakt van een ander. Welk geschenk zou jij jezelf kunnen en willen geven? En je ademt rustig naar je buik. En alle negatieve gevoelens of negatieve associaties met het thema ontvangen mag je loslaten bij elke uitademing. Heel goed. En ook het symbool wat verbonden is met je hart. Geef in al haar eenvoud aan dat het goed is om zonder schuld en zonder schaamte te mogen ontvangen. Ik wil je vragen om echt een verbinding te maken met de vogels die je op de achtergrond hoort. De komende minuten wil ik je vragen om heel ontspannen en heel ongedwongen jouw hart te verbinden met het hart van Moeder Natuur, van Godin Gaia. Moeder Aarde, godin. Je hoeft even helemaal niks. Maar verbind je met het hart. Het kloppend hart van Moeder Aarde.
En je blijft rustig in- en uitademen naar je buikgebied toe. En ik wil je vragen. Wat je hebt gevoeld, wat je hebt begrepen. Van het mooie vogelgezang. En weet dat het universele hart, wat verbonden is met jouw hart, net zo goed verbonden is met de vogels. En met alles wat leeft, groeit en bloeit op deze aarde. Er is geen sprake van afgescheiden zijn of alleen zijn. Je kunt je wel af en toe alleen voelen, maar jouw hart is verbonden met het hart van het universum. En als je jezelf vaker dit moment schenkt van totale rust. Dat je uit de mode stapt van presteren. Dan kom je weer opnieuw in een diepe verbinding met jouw eigen hart. Maar ook met het kosmische hart. En dan leer je verder te kijken, verder te voelen dan je eigen pijn, je eigen ongemakken. Je leert het leven dan aanvaarden met alle uitdagingen die daarbij horen. Adem nog maar eens rustig in en uit. En glimlach naar je hart. En dan mag je nu in je eigen binnenwereld dit moment samen met je hart afronden op een mooie, liefdevolle manier met een interne beweging. Bedank je hart maar voor het feit dat je via je hart kunt leven. Bedank je hart maar voor de verbinding met alles wat leeft. In het bijzonder de verbinding met Moeder Aarde en haar schoonheid. Dank je wel, lief hart. Dank je wel, mooi mens. Je kunt nog heel even blijven ontspannen. En dan kom je straks weer op je eigen tempo. In het hier en nu. En dan zorg je goed voor jezelf met een goed glas water. En maak opnieuw contact met de aarde via je voeten en je handen. Even wrijven, even stampen. Dank je wel.